Breda Nu. VVD-raadslid Eddy Fuster en D66-raadslid Patrick Smans. We gaan het hebben over uw stelling. Dat u zegt van er moet na de coronacrisis nog meer evenementen moeten er in Breda komen. Ik geef u even het woord. U mag het even toelichten. Nou, dankjewel. Misschien goed om het wel eerst even te nuanceren. Want wat wij zeggen is, we hebben op dit moment een aantal hele mooie locaties in Breda waar festivals worden georganiseerd. En wij denken ook dat dat echt een toegevoegde waarde biedt aan Breda als festivalstad. Bijvoorbeeld daarvan zijn de Grote Vermeeren, waar ploegendienst is, maar ook op de Asschertplas, waar duikboot is. Nou, wat wij hebben gezegd is, hoe tof zou het zijn als er nog andere locaties ingezet kunnen worden om daar een festival te laten plaatsvinden. Wat we niet hebben gezegd is, we hoeven nu niet per se op zoek te gaan naar nieuwe natuurlocaties voor festivals. Want daar hebben we nu twee hele mooie locaties voor. En ik denk eerder dat je bijvoorbeeld bij industriële locaties in Breda, bijvoorbeeld locaties waar uiteindelijk nu huizen gaan komen. Dat duurt nog een paar jaar. En hoe tof is het dan om daar nu bijvoorbeeld tijdelijk een keer een festival te laten plaatsvinden? Ja, ja, zeker. Die kun je dan ook gebruiken om zo'n gebied te ontwikkelen, om dat in de picture te zetten. Daar vinden we elkaar. Dat zijn mooie plekken. Tegelijkertijd wel even een kleine nuancering. Volle bak in de natuur. Ja, dat hebben we niet met elkaar afgesproken. Er is een maximaal aantal dagen ingesteld in de natuur. Klopt. Want hoe mooi ze ook zijn, we moeten ook zuinig zijn op onze natuur. Ja, nou daar ben ik het mee eens. Wat ik bedoel met volle bak is dat je de mooie evenementen die daar nu zijn, zoals een duikboot en de ploegendienst, de ruimte moet geven. Dus die moeten ook in staat zijn om te groeien. Omdat ik denk dat dat soort festivals echt van toegevoegde waarde zijn. En wat vindt u ervan? Moet dat gecompenseerd worden? Ja, we hebben daar in dit beleid een natuurinvesteringsfonds voor afgesproken met elkaar. Dat is in overleg gebeurd met zeg maar, de natuurorganisaties en de evenementenorganisaties. En voor D66 is de natuur echt een mooi iets van Breda, waar we 365 dagen per jaar ook van willen genieten. En zo'n evenement vinden we prachtig dat daar kan landen. Tegelijkertijd wil je niet alleen de natuur zoveel mogelijk beschermen, maar ook een stukje tegemoet komen. En vindt u dat, bent u het daarmee eens? Moet daar een organisator inderdaad een financieel een bijdrage aan leveren? Nee, eigenlijk ben ik daar tegen. Waarom? Omdat dit soort organisatoren al heel veel meer kosten maken om überhaupt op zo'n plek een festival te kunnen organiseren. Je hoeft zo'n organisatie niet per definitie tegemoet te komen in de investering die ze doen in de natuur. Je kunt ze ook ergens anders tegemoet komen. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben voorgesteld om al die administratieve lomstromp te verminderen, zodat je wel die bijdrage kunt blijven leveren aan de natuur. Maar ik vind het onterecht dat je zegt tegen een partij die op een hele goede manier een festival organiseert, zich moet houden aan de flora- en faunawetgeving, om die eigenlijk een soort festivaltax op te leggen, van betaalt u daar nog maar eens extra voor. U zegt die hele natuurcompensatie die hoeft van mij niet. Klopt. En we hebben dit drie, vier jaar geleden in de eerste versie van het evenementenbeleid al afgesproken met elkaar. Zeker. En u weet ook hoe mooi die locatie is. Maar juist die locatie moet je dan ook voor de lange termijn beschermen. En ik denk dat iedere bezoeker die daar naartoe komt, dat er ook voor over heeft. Als je ze wil behouden voor de stad, dan moet je ze ruim baan geven. Uiteraard met respect voor de flora- en faunawetgeving. Maar laten we eerlijk zijn op het gebied van duurzaamheid, zijn duikboot, ploegendienst, dat soort organisatoren een voorbeeld voor Breda. We hebben een hele duidelijke stip op de horizon als D66 en dat is dat we gewoon naar single-use plasticvrije evenementen willen. Een stip op de horizon is leuk, maar niet vanaf een tekentafel vanuit de politicus. Maar echt vanuit een gesprek met ondernemers die net als wij, net als iedereen, bepaalde duurzaamheidsambities heeft. Hè? Iedereen wil op den duur van plastic af. Alleen op dit moment is dat onrealistisch om daar nu al een datum aan te hangen. En laat al zien. We worden ingehaald door de Europese wetgeving, meneer Fuster. Die ondernemers zeggen, het is nog onrealistisch. Sorry? U zegt dat we achteruit wordt gelopen op dit hele. Ja, dat zie je op het gebied van energie, dat zie je in het gebruik van plastic. Als je in andere landen zie ik zo vaak dat er. Hier krijg je vaak nog een plastic tasje of zitten dingen in een rietje, zitten in een plasticje. Dat soort dingen zie je in heel veel landen al lang niet meer. Dat is
je kunt wel zeggen, daar moet je niet vanaf de tekentafel als politicus iets over zeggen. Maar dit is nu juist waar je als politicus iets over moet zeggen. Ja. Want dit is nooit vanzelf gegaan. En we zien wat het klimaat met onze wereld doet. En daar moet je dus een beetje op bijsturen. Ja. Wij zijn voor dezelfde uitgangspunten. Alleen zeggen wij, doe dat op een manier waardoor het betaalbaar en behapbaar blijft voor mensen. Want dan krijg je ze ook mee. Het gedram, en dat zie je landelijk ook. Dat gaat niet op draagvlak, dat gaat niet draagvlak resulteren. Dat geldt ook hiermee. Zorg dat je die evenementenorganisatoren verleidt om veel aan duurzaamheid te doen. Ik geloof dat ze dat willen en dat ze dat ook doen. Maar wel op een manier dat het behapbaar blijft en dat je ze niet de stad uit jaagt. Want dat is wat je dan doet. Het is niet meer interessant om mensen te organiseren. En zeker inderdaad in deze tijd met corona, mijn collega refereerde daar terecht aan. Eigenlijk is het al bijzonder om dit gesprek te voeren, wetende dat al die organisatoren momenteel echt alles aan moeten doen om überhaupt het hoofd boven water te houden. Dus vanuit hier ook in ieder geval enorm veel sterkte en succes voor. Ja, dank u wel. Het onderwerp is evenementenbeleid. Hoe voelt het nu als verantwoordelijk wethouder voor evenementen? Ja, dramatisch. Die gezelligheid die wij missen. Dan heb je het over de sfeer van de stad. Dan heb je het over een drukke stad. Maar ja, daarachter hangen natuurlijk heel veel mensen die daar gewoon werk van hebben. Ja. Dus niet alleen de organisatie, maar al die artiesten, al dat licht, dat geluid, al die podia. Ja, dat is natuurlijk dramatisch voor de sector dat dat allemaal niet door mag gaan. En ik begrijp heel goed waarom wij dit doen. Want het doel is gewoon dat we met z'n allen het coronavirus stoppen. En met zoveel mensen op 1 vierkante meter gaan staan. Ja, dat is gewoon niet oké als we dat nu doen. Ja, dat neemt niet weg dat het natuurlijk dramatisch is voor de stad. En wat is de verwachting? De singeloop? Nou ja, de verwachting is dat tot 1 september is nu aangekondigd dat evenementen echt niet mogen. Maar ik heb de afgelopen 8-9 weken bij corona wel gemerkt dat eigenlijk elke dag de wereld verandert. Mm. En dus kan je nu alle uitspraken gaan doen over gaat de singeloop wel of niet door. Volgens mij hebben ze daar een professionele organisatie zitten. Willem Buts, de voorzitter, samen met zijn bestuur weten heel goed wat ze aan het doen zijn. Die zijn daarover aan het nadenken. Ik ben daar ook over met ze in gesprek. Hè. Maar uiteindelijk is het de beslissing van zo'n organisatie zelf. Of van de overheid als het gewoon binnen een bepaald termijn verboden wordt. Het is gewoon niet meer naar voren te kijken. Maar dat hebben jullie wel gedaan met de nota. Zeker. De nota die... Overigens heeft deze nota ook weer een lange geschiedenis. Wat is er toch met de nota's rondom evenementen in Breda, dat zo lang duurt? Wat je bij evenementen ziet, is dat er ongelooflijk veel belangen zijn. En toen ik aan deze baan mocht beginnen, 2 jaar geleden, heb ik gezegd, ik wil iedereen die iets met evenementen doet spreken. Omdat ik zelf wil horen, hoe sta je erin? En ik heb echt gemerkt dat die belangen ongelooflijk tegenstrijdig zijn. Tegenstrijdig? Een organisator die dolgraag bij de Asterplas iets wil organiseren, die heeft het belang van een mooi feestje, de bezoekers hebben dat belang. Maar daar zitten ook natuurverenigingen achter, er zitten ook beesten in de buurt, er worden ecologische onderzoeken gedaan, er zijn mensen die geluidsoverlast hebben. En daar moet je allemaal rekening mee houden. Nou, kan je dan iedereen naar de zin maken? Nee. Dat heb ik ook in de gemeenteraad gezegd. Dat heb ik tegen iedereen gezegd. Ik ga niet tegen jullie zeggen dat je geen overlast hebt. U heeft overlast. Het enige wat we doen is met z'n allen heel goed vastleggen. Wanneer heeft u die? Tot hoe laat heeft u die? En hoe vaak heeft u die? En dat is volgens mij wel het mooie aan de nota die er nu ligt. Er zit een evenwicht in. En niet iedereen heeft gelijk gekregen voor de 100%. Maar ik ga ervan uit, ook wat ik heb gezien in de inspraak, is dat mensen toch wel tevreden zijn met hoe we dat met elkaar hebben gedaan. Ja, want even over de... wie is dan de gesprekspartner? Zijn de evenementen georganiseerd of is er best kenniszinnen tussen de evenementenorganisatoren? Dat is een heel groot verschil. Laten we in eerste instantie beginnen bij de professionele evenementen. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Breda Live, of als je kijkt naar 538 Koningsdag, nou, daar zitten echt professionele organisaties achter. Dan heb je nog vrijwillige evenementen, dus het jazzfestival, carnaval, het Spijerschatconcert, het Spijerschatfestival. Dat zijn evenementen die echt met liefde en plezier worden bestuurd door vrijwilligers. Hè? Dus dat is al een onderscheid. Dan heb je het over de grote en daarnaast heb je natuurlijk ook nog een hele hoop kleine evenementen. Hè? Dus je kan niet zomaar zeggen, van luister eens, iedereen is hetzelfde. We hebben met al die evenementen gesproken. Ze zijn georganiseerd in de zin van niet in een platform dat ze elkaar allemaal elke week spreken.
Maar eens per jaar organiseren wij als gemeente zeg maar, bijeenkomst voor al die organisatoren. Dan hebben we het ook over thema's, dat doen we in Breedpark. Dus we hebben een keer het thema veiligheid gehad. We gaan het hebben over het thema duurzaamheid en het thema toegankelijkheid. Hè. Twee belangrijke thema's uit de bespreking van deze evenementennota. En dan komen we met z'n allen bij elkaar. En dan zie je dat ze elkaar kennen. Dan zie je dat we elkaar leren kennen. En dan zie je ook dat we soms dezelfde problemen hebben en die ook op kunnen lossen. Want dat vroeg me ook, wat is nu de visie? Wat voor stad, wat is uw droom, zeg over 10 jaar, hoe staat Breda bekend op het gebied van zijn evenement? Breda Festivalstad of Breda Muziekstad? Dat is echt een hele goede vraag, hè? Want er zijn maar weinig steden in Nederland waarbij je zeg maar, de stad niet hoeft te noemen, maar het evenement. Een mooi voorbeeld is de Vierdaagse. Dan weet iedereen natuurlijk dat je het over Nijmegen hebt. Ik ben natuurlijk ook was hartstikke blij met het feit dat de Vuelta naar onze stad zou komen. Dat is echt een immens groot internationaal evenement. Ik denk dat je dat soort evenementen ook moet hebben voor je stad. Dus die mengeling, volgens mij moeten we daar het gesprek over aan. En wat die dan precies is, ja, dat moeten we met elkaar natuurlijk wel gaan bepalen. Blijvend of juist dwingend is het bijvoorbeeld om te zorgen dat je evenement toegankelijk is, duurzaam is. Zit dat in de subsidieverordening of is het nou... Kijk maar wat je ermee doet. Nee, het is zeker niet kijk maar. We hebben in de nota echt al aangegeven zeg maar, waar we naartoe willen met z'n allen. Er komt ook regelgeving op ons af. Hè. Dus vanuit Europa, als het gaat om bijvoorbeeld plastic, zijn er echt wel dingen die op ons afkomen. We hebben er ook dingen ingezet waarvan we vinden, ja, dat kan gewoon niet meer. Hè. Ballonnen oplaten tijdens evenementen, dus gewoon, dat gaan we gewoon verbieden, punt. Maar we hebben ook aan de andere kant wel de ruimte gelaten. Hè? Dus het gesprek over wat voor bekersysteem heb je nou nodig in de binnenstad om te voorkomen dat er veel plastic verspild wordt. Dat is een behoorlijk gesprek. Dat doe je niet van de een op de andere dag. En daar kan je vanuit duurzaamheidsperspectief naar kijken. En dan ben ik het er meteen mee eens dat we daar echt goed over na moeten denken. Maar je moet daar ook vanuit een ondernemersperspectief naar kijken. Dat moet allemaal wel betaald worden. Nou, die twee dingen, meerdere belangen moeten bij elkaar komen. Nou, de eerste gesprekken zijn daarvoor gestart. En ik heb wel aangegeven dat we daar een ambitie hebben met z'n allen. En dat we moeten kijken hoe we dat moeten doen. Maar we hebben daar niet gezegd van het moet dan en dan op die manier geregeld zijn. Ik vind dat we dat op z'n Breda's moeten doen. En dan heb ik er vertrouwen in dat we uiteindelijk in een systeem komen wat gewoon werkt. Nou, en dat voor alle onderwerpen op toegankelijkheid en op duurzaamheid. Kijken met elkaar hoe kunnen we het nu wel fixen. Wat zijn nou evenementen of activiteiten van, uit uw jeugd waar je nog echt denkt van oh, dat was geweldig. Mag ook Breda of buiten Breda, iets van de vakantie of zoiets. Echt iets wat altijd bijgebleven is. Nou, laat me dan twee dingen noemen. Eén is, Breda is natuurlijk een dansstad. En in Breda hebben we een aantal mooie feesten gehad. Maar ik ben ooit een keer zeg maar, met een vriend van mij naar New York gegaan om daar... Zeg maar, naar Sensation White te gaan. Ja, dat is iets, zeg maar, dat was voor mij zo beleven, dat vond ik zo gaaf. Daar heb ik echt wel leren ervaren wat die DJ's meemaken elke dag. En als je dan achter de schermen een keer mag komen, als je dan gewoon een keer mag kijken wat die gasten en die dames allemaal meemaken, ja, dat is wel immens. Maar als je me echt naar mijn jeugdherinnering vraagt, dan denk ik wel... Nee, dat weet ik zeker. Dat ik 's ochtends vroeg om 6:45 zeg maar, door mijn vader wakker gemaakt werd. Ik denk dat ik een mannetje van een jaar of 6, 7 was. En dan gingen we, mijn vader had een Opel Kadett, een blauwe, zo'n oude, weet je wel, zo'n vierkante. En dan reden we naar de Haagse Beemden. En daar waar 's avonds echt duizenden mensen bij Ballonfiesta kwamen kijken, gingen die ballonnen ook 's ochtends vroeg om 7:00 de lucht in. En dan mocht je als klein mannetje, zeg maar, in die ballonnen. Dat zijn wel echt dingen die ik nog steeds voor de geest heb en waar ik mijn vader nog steeds dankbaar voor ben, zeg maar, dat hij me toen zo vroeg wakker gemaakt heeft. Ja, en dat zou mooi zijn als we allemaal, alle Breda'se jongens en meisjes zo'n belevenis mee kunnen geven met de evenementen. Absoluut, ja. Nee, maar volgens mij is misschien dat... Misschien is dat de droom. Dat is misschien wel hetgeen waarom ik hier überhaupt zit, hè. Met z'n allen en zo keihard voor werken dat iedereen gewoon weer mooie herinneringen maakt. Dank u wel. Breda nu.